Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Ik praat vandaag met Joey Landsdorf. Hij heeft een programma, titel Taboo Talk. En volgens mij zegt de titel al genoeg waarover er gesproken wordt. Maar wat de taboes precies zijn die aan de orde komen, dat vragen we vandaag aan Joey. What we need is a little Q-Time. Joey, welkom in Q-Time. Dank u wel, Miranda. Odette. Mevrouw Mira. Geen probleem. Odette. Mevrouw, wat je wil. Welke combinatie je leuk vindt. Goed, vertel alvast een beetje over jezelf. Wie is Joey Landsdorf? Oké, Joey Landsdorf is een 25-jarige jonge man. Ik ben al ongeveer 9 jaar bezig met mensenrechten, mensenrechtenactivist. Ik focus me vooral op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. En dus van daaruit heb ik een heel breed perspectief, een heel breed platform. En ja, dat is zo'n beetje Joey. Mm-hmm. Oké. Mensenrechtenactivist. Dat is wel heel bijzonder op 25-jarige leeftijd. Hoe ben je erbij gekomen? Nou, ik stapte jaren geleden in de YAM. Dat is de Youth Advocacy Movement, de jongeren van Stichting Lobby. En van daaruit begon mijn interesse om te gaan vechten voor mensen, voor ongelijkheid en voor zaken die eigenlijk scheef staan. Dat mensen ertoe weerhoudt om hun rechten eigenlijk te beleven. Dus daar was eigenlijk de doorbraak. Dat heeft me eigenlijk mijn interesse gewekt om te zeggen van hey, er is veel, veel ongelijkheid hier in de samenleving. Dus ik wil me daarvoor sterk maken. Mm-hmm. Oké. Als je om je heen kijkt in Suriname, over welke mensenrechten die geschonden worden, val je als eerst of het meest? En op welk moment in je leven is dat gebeurd? Ik focus me nu op twee grote groepen. Dat zijn vooral de jongeren en de LGBT community. Mm-hmm. Dus die twee zijn de groepen waar ik het meest voor vecht nu. Ja. Dat je zegt van oké, daar is echt aandacht nodig en dan eigenlijk een mindswitch, dat mensen daar anders moeten gaan kijken naar mensen die zogenaamd anders zijn, want de vraag is ook wat is anders, dus daar kan die discussie eigenlijk al beginnen. Dus die begrijp ik, maar jongeren, die snap ik niet. Leg me uit waaraan jongeren met mensenrechten te maken kregen op een verwrongen manier, zeg maar. Oké, wij hebben jongeren in de samenleving die ertoe worden weerhouden om, laat me gewoon een voorbeeld erbij halen, om bijvoorbeeld anticonceptie te gebruiken. En dit is omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt waarbij ze nog niet zelfstandig naar de arts kunnen gaan om een morning after pill of gewoon de pil te halen, omdat ze nog geen 18 jaar zijn. En we weten allemaal door cijfer dat de gemiddelde leeftijd waarop de Surinamse jongeren actief worden is 13 jaar. En er is dus een hele grote gap daar. We weten ook dat in de Surinaamse cultuur jongeren niet praten met hun ouders over seks. Dus het is heel ongewoonlijk dat je naar je ouder gaat op 14-jarige leeftijd. Moeder, ik heb de pil nodig. Dus daar is er al een gap, wat dus maakt dat deze jongeren een ongewenst zwanger kunnen raken of een zwak kunnen oplopen. Ja, oké. Okay. Wat zou je willen dat er verandert? Wil je dat er meer awareness komt voor ouders? Wil je dat de leeftijdsgrens moet worden gedropt? Of wil je dat jongeren zelfstandig mogen handelen? Wat is de benadering? Of alle drie, dat kan ook natuurlijk. Wat vind jij het belangrijkste en wat is ook de meest duurzame oplossing voor dit probleem volgens jou? Oké, sowieso de duurzaamste is dat de ouders een zodanig milieu scheppen voor een kind, dat een kind naar ze toe komt en die bang is op 14-jarige leeftijd van moeder, ik ben seksueel actief. Wat zijn de stappen? Wat zijn de next steps? Of ik wil seksueel actief worden, wat moet ik allemaal doen om mezelf te beschermen? Dat is de ideale situatie. Maar we weten dat we het niet zo snel zullen krijgen, omdat we nog moeten gaan werken aan de jongeren. Of de ouders die nu komen, aan hun moeten we gaan werken. Maar natuurlijk ook wetgeving veranderen. En, er moet gesproken worden met leerkrachten, er moet gesproken worden met de jongeren zelf om ze eigenlijk te empoweren.
om ook die stap te maken en te zeggen van, hé, hey, weet je, dit is ook mijn lichaam, is mijn gezondheid. En ik moet wel daar terecht in eigen handen nemen. Ik moet dus naar mijn ouders toe stappen of naar de zuster, naar je vrouw, et cetera. Mm-hmm. Oké. Okay. Hoe wil je dat bereiken? Natuurlijk door heel veel te pleiten, praten met natuurlijk stakeholders. Er zijn natuurlijk heel wat mensen die dezelfde mening delen. Dus we zijn al jaren bezig aan de weg om samen dit aan te kaarten bij de beleidsmakers, de desbetreffende ministerie. Nu gaat het om het ministerie van Volksgezondheid, om het daar aan te kaarten van hey, er is een gap, check het even, want dat zorgt dus ervoor dat we heel veel jongeren hebben die zwanger raken, ongewenst zwanger raken, die SOA's oplopen. Okay. Dus check dat even. Dat kan eigenlijk heel veel schelen in je budget als je dat eigenlijk oppakt. Ja. Oké, okay, maar luister, laat me deze vraag stellen. Yes. Alle ouders van nu, dus praat ik ook over de jongere generatie ouders die nu ouder zijn of in de afgelopen 10 tot 15 jaar ouder zijn geworden, die waren ook een keer jong. Waaraan zou het kunnen liggen dat zij zich niet meer kunnen herinneren hoe het was om naar hun ouder te gaan? Dus ja toch, want als je op een gegeven moment als jongere zelf zegt van, hey, no, ik ben bang, ik wil niet naar mijn ouders, ik durf niet, ik schaam me niet, weet ik, iemand gaat boos worden, something, something, something. Dan wanneer jij zelf ouder bent, dan zou je denken, oké, okay, je weet hoe het is. Je kan je nog herinneren. Hoe had je gewild dat het toen zou zijn en waarom ben je niet op dat niveau met jouw kind? Zo, ik denk dat het ook gaat om die, ik weet niet zeker, maar ik zal maar zeggen wat ik denk. Dat het gaat om die, eigenlijk die vicieuze cirkel waarin we zitten. En die mindset van, ik ben niet doodgegaan, dus mijn kind zal niet doodgaan. Ik denk dat die mentaliteit leeft in Suriname. We hebben het jaren zo gedaan, dus het is comfortabel om het gewoon zo door te blijven doen. Toch? Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat er heel veel ouders zijn tegenwoordig die heel anders denken. En die juist vinden van, hey, ik moet dit eigenlijk, deze cirkel moet ik verbreken. Want ik wil niet dat mijn kind eigenlijk naar iemand anders gaat om te praten over seks. Maar naar mij komt, omdat ik hoogstwaarschijnlijk ze de beste informatie zou kunnen geven. Of samen kunnen op zoek kunnen gaan naar de beste informatie. Ja, oké. Okay. Vertel me nu over je programma Taboo Talk. Wat moet dat gaan doen? Oké, het programma, ik ben heel actief op Facebook. En ik werd toen benaderd door een Damaru. En hij heeft me gezegd van, hey, ik wil je een platform geven om dit alles waarover je post op Facebook, om het eigenlijk, weet je, om erover te praten, zodat je meer mensen bereikt. Dus ik was dan toen bereid om dat te doen. Het programma gaat over taboe onderwerpen, onderwerpen die niet makkelijk worden aangesneden. Aan bijvoorbeeld de keukentafel thuis, in een vriendengroep. Dus men praat er niet makkelijk over. Men praat meer over de politiek, over COVID, afgezaagde onderwerpen. Maar dingen als bijvoorbeeld, mijn eerste aflevering ging over de LGBT-community, als er wel of geen agenda is, of we onze kinderen wel of niet moeten beschermen daartegen. Toch, dat zijn dingen die niet vaker worden besproken. En de bedoeling is dat deze onderwerpen bespreekbaar gemaakt worden, dat men ziet van, hé, hey, we kunnen erover praten en de taboes, het wordt in de taboesfeer gelicht. Zodat als er mensen zijn die eigenlijk daarmee zitten, ze juist hulp kunnen vinden. Oké. Okay. En hoe vaak verschijnt dit programma? En waar kunnen mensen ernaar kijken? Het is de bedoeling om 2 keer per maand uit te zenden. Mm-hmm. Ik heb ergens een page, dat is Taboo Talk zelf op Facebook. Maar hij wordt ook op de Facebookpagina van DTV geshared. Mm-hmm. En op YouTube. Mm-hmm. Oké. Okay. Goed, en op die manier wil je mensen dus bereiken. Maar goed, ik neem aan dat wanneer jij bezig bent, dat er vooral jongeren naar jou kijken. Maar we hebben net met z'n tweeën geconstateerd dat het ook belangrijk is om die ouders te laten veranderen. Klopt. Dus, hoe gaan we dat doen? Het is geen programma voor specifiek jongeren. We proberen het heel laagdrempelig mogelijk te houden, qua taal. Dus het is eigenlijk voor ouderen en voor jongeren. Mm-hmm. We hebben niet specifiek aangegeven dat het voor jongeren is. Maar natuurlijk, de ouderen die hebben een andere approach nodig. Een beetje een andere approach nodig. Maar het is ook natuurlijk heel goed voor hun om er naar te kijken. En natuurlijk ook met hun kinderen te praten over het programma. Ja. Over de topic van de dag. Oké. Okay. Prima. Joey,
hartelijk bedankt. Heel erg veel succes met je programma. Ik zou zeggen, zet het goede werk dat je aan het doen bent voort. En dat is de enige manier waarop je door kan blijven gaan en daardoor ervoor kan zorgen dat er uiteindelijk een verandering komt. En ook al zijn het maar kleine veranderingen, maar ik denk dat elke verandering wel een overwinning is. Dus heel erg veel succes ermee toegewenst. Dankjewel. Yes? Oké. Okay. Yes. Is goed. Thank you. Bye. Bye-bye. What we need is a little cute time. Dat was het gesprek met Joey Landsdorf over zijn programma Taboo Talks. Het gaat erom dat hij taboes wil doorbreken en daar grote delen van de Surinaamse gemeenschap mee wil bereiken om een verandering teweeg te brengen. Check het uit dus via zijn social media kanalen. Taboo Talks van Joey Landsdorf. Dank u wel voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Tot de volgende keer.